Mensenrechtenorganisaties waarschuwen voor een crisis in het door militairen bezette deel van Myanmar, oftewel het voormalige Birma. De patiënten in deze kliniek lijden aan malaria, chronische diarree en verwondingen van landmijnen. Veel mensen van de Karen-stam slaan op de vlucht voor het geweld van de militairen tegen minderheden. Weken of maanden doen ze erover om op deze plek, net over de Thaise grens, te komen. Deze moeder van 8 kinderen verloor haar man door een landmijn die door militairen in hun rijstveld was gelegd. Ze vluchtte toen het leger haar dorp begon te beschieten. Twee van haar kinderen hebben tijdens de vlucht malaria opgelopen. Landro, they have no healthcare, so they talk, they got many sickness, and so when they arrive here, the same time, our hospital, every bed are full. Meer dan 2.500 etnische Karen mensen noemen dit kamp nu hun huis. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn al 27.000 Karen gevlucht sinds het offensief. De Karen is maar één van de vele etnische groepen die het slachtoffer zijn van het Birmese leger. Now the Burmese government has planned landmine on the farm, on the route back to the village. So these people cannot return safely back home or back to their farm. They are pushing further and further away into the jungle. And some of them reported that they have been hunted like animals. En ze blijven vluchten. Birma zegt dat het deze groep wil helpen in hun gevecht voor vrijheid. Maar de burgers zeggen dat verkrachtingen van vrouwen en gedwongen arbeid aan de orde van de dag zijn. Op deze beelden zijn mensen te zien die gedwongen worden wegen te bouwen. Deze vrouw zegt dat ze niet betaald krijgt en niet kan terugkeren naar haar dorp, omdat de Birmese troepen het bezetten. The conflicts and military offensives in ethnic area, in Karen state, Karenese state, Shan state further north, we can confidently call it crimes against humanity already. Diegenen die in het kamp zitten weten niet waar ze straks heen moeten, maar hier kunnen ze niet blijven.